Heb je ooit afgevraagd hoe het leven eruit zou zien als je blind bent? Nou, zo. Angstaanjagend, hè? De komende 50 uur ga ik ervaren hoe het is om te leven met een visuele beperking. Veel mensen die blind worden, worden dit niet in één klap, maar in stapjes. En daarom krijg ik gedurende deze video 4 brillen die steeds heftiger zijn. De eerste heb ik nu op, vlekken. De tweede, alles wazig zien. De derde, kleine gaatjes, alsof je door 2 rietjes kijkt. En de vierde, alles op zwart. Maar we beginnen dus met fase 1, vlekken. En de tijd gaat nu in. Yeah. Alright. Michael, mijn cameraman, die mag bepalen wanneer welke bril wordt ingeschakeld. De komende 50 uur is dit prachtige huurhuisje met thuisbasis. Ik weet dus niet wat waar allemaal ligt, zoals in mijn eigen huis. Zo maak ik het mezelf dus extra moeilijk. Aangezien het al laat op de avond was, besloot ik maar iets te gaan doen waar ik mijn ogen niet voor nodig had. Ik denk dus dat het grootste voordeel van blind zijn of slecht zien is dat je er 's nachts als je slaapt, dat je er geen last van hebt. Maar dat weet ik over 3 seconden, weet ik dat zeker. Slaap is gewoon net zo chill als altijd. Wat een verrassing. Ik wilde goed voorbereid zijn op deze video. Dus heb ik een paar weken geleden contact gehad met Mirjam Boers van de oogvereniging. What up, sexy machine? En toen ik haar vroeg, wat doen blinde mensen nou eigenlijk? Zei ze dit. Wat mensen heel graag willen, is zoeken naar een manier om iets wat ze graag deden, weer opnieuw of op een andere manier te kunnen doen. En daarom is mijn doel deze video om alle dingen te doen die ik normaal gesproken leuk vind om te doen. Golfen, voetbal kijken, gamen, socializen. Ik heb een hele lijst gemaakt. En uiteindelijk mijn ultieme doel, nummer 10. Dit legendarische Lego pakket. Ja, al vanaf dat ik een klein kneusje was, was Lego al een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik heb zelfs een Lego blokje als tatoeage. In deze video ga ik voor eens en voor altijd bewijzen dat, ook als ik blind ben, ik een prachtige Lego creatie kan maken. Alright. Genoeg geluld, ik ga op pad. Good morning. Outside world. Wat ik wel tamelijk arilext vind, is dat ik voel dat het geregend heeft. Dus ik weet niet precies waar de plassen liggen. Uren was ik onderweg naar de supermarkt. Kilometers lopen door de regen. En dat allemaal met vlekken voor mijn ogen. Ja. Normaal gesproken krijg ik al stress van een supermarkt. Want ik weet nooit waar iets ligt. Laat staan op deze manier. Goedemorgen. Jullie zijn er vroeg bij. Ja, weet je. Je moet wat ontbijten regelen, hè? Ja, jullie ontbijten met wasmiddel, zie ik. Ik weet niet waar jij mee wast. Ja, niet met Sudorange in ieder geval. Nee. Dag. Ik dacht serieus dat het wasmiddel was. Oké, waar heb ik zin in? Ik wil groene appels. Ah, hier. Oh, mag ik iets vragen? Wat is dit? Is dit normale croissant? 1x4 eitjes. In de supermarkt kreeg ik wel sterk het gevoel alsof mensen me een beetje aan het negeren waren. Wat een mooie dag, hè, vandaag. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Dus ja, wat doe je als mensen toch niet naar je kijken? De rest van de ochtend verliep eigenlijk vrij soepel. Koffietje. Ja, ik weet niet zo goed hoeveel erin moet. Eitje. Nee. Even ontbijten. Niks aan de hand. Nu is niet zo ingewikkeld. Ik moest door, want ik had nog een hele lijst met leuke dingen die ik moest gaan doen. Laten we beginnen bij... Ik ben lastig, dolf met zo'n zwarte vlek op je bril. Zo, bent u nou een slechtziende man aan het uitlachen? Oh. Laten we beginnen bij... Golf. En dan hoor ik je denken, Kelly, met zo'n slecht zicht golfen, dat kan toch helemaal niet? Nou, dat dacht ik ook. Maar ik heb iemand gevonden en die gaat me vandaag het tegendeel bewijzen. Ronald, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Jij ziet helemaal niks. Nee, ik zie helemaal niks. Droom jij dan wel eens? Nee, een blinde droomt niet omdat hij niet kan zien. En dat kan ook wel een voordeel zijn, want je bent nooit, je slaapt je altijd goed. En we gaan golven vandaag. Ja, zeker. Ben jij een beetje goed? Ik sta in de top 5 van de wereld. Doe alsof de camera er niet is. Dat is voor jou heel makkelijk. Ja. Ja, je ziet hem toch niet. Nee. Ronalds pa helpt hem. Hij vertelt waar de bal ligt, hoe ver de vlag is. En zo kan Ronald serieus goed golfen. Terwijl hij niks ziet. Bizar. Gelukkig zie ik nog wel een beetje. Dus voor mij is het niet zo moeilijk om een goede bal te slaan. We doen er nog één. Kom maar. Kijk, je bent wel goed voor het moraal. Ronalds vader was de meest positieve man die ik ooit had ontmoet. Nee, joh, kom op. We doen er nog eentje. Je staat perfect. Keurig. Doe er nog eens eentje. Heel goed. En je doet het heel erg goed. En hij is zelfs zo goed dat je hem eroverheen slaat. Oh, dus eigenlijk helemaal niet goed. Ga jij maar eens golfen. Ik denk dat mijn cameraman die Michael vond dat het te goed ging of zo. Want hij had een verrassing voor me. Oh, want het golven gaat te goed. Tijd voor fase 2. Oh, wat is dit kut. Ik heb nu echt wel even assistentie nodig, om eerlijk te zijn. Ik heb een nieuwe bril gekregen. Ik zie dus nu alleen nog maar wazig. Ben je nou een blind aan het uitlachen? Ja. Ik vind het geweldig. Na nog meer flauwe grappen. Als ik te flauwe grappen maak, moet je het zeggen. Ja hoor. Dan doe ik er wat zout op. Nog meer ongemakkelijke momenten. Lekker, Ronald. Zo. En een habbo-dansje had Ronald gewonnen.
Proost. Ja, gefeliciteerd. Proost. Waarom heb jij eigenlijk geen slagroom? Omdat ik geen fan ben van slagroom. Ik wel. Ja, maar ik ben gezond. Ja. Ronald, je weet niet half hoeveel respect ik voor je heb. Bedankt voor deze leuke ochtend. De volgende uitdaging stond alweer voor de deur. Ik wil graag één caramel macchiato. Een chirurgie. Heeft u tegen mij? Ja. Oh, sorry. Ja, dat wel. Sorry. Meneer, heb je niet gehad? Ja, zeker. Ik heb een shampoo, die is slechtziend. Oké. Dus zou ik toch interessant vinden waarom u deze test doet. Deze man stelde een terechte vraag. Dus laat ik ook even aan jullie uitleggen waarom ik dit doe. De reden is simpel. Mijn vriendin Nina heeft een documentaire gemaakt over een zeldzame oogziekte in haar familie. ADOA. Victory! ADOA is een erfelijke aandoening waarbij de vezels van de oogzenuw krimpen. Ja, ik kan je niet zo goed zien. Simpel gezegd, je gaat naarmate je ouder wordt steeds minder zien. Met uiteindelijk de kans dat je helemaal blind wordt. Hallo, ben jij dit? De documentaire kan je bekijken op Nina haar kanaal. Geen zorgen, ik zal je er aan het eind van het filmpje nog even aan herinneren. Alright, TikTok Festival. Ik kan niet wachten, is het hier? Ik was super benieuwd hoe het is om een festival te ervaren terwijl je een visuele beperking hebt. Nou, laten we gaan! Het festival was gisteren. Ik had zelfs een parkeerkaart. Het festival was gisteren. Ja, maar wie zijn jullie? Even later bleek dat we beter konden gaan. Maar gezelligheid kent geen tijd. Dus ging ik naar de perfecte plek om heen te gaan als het koud en regenachtig is. Namelijk... De Biergarten. En jij bent moslim, dus je drinkt. Nee. Jup, maar Mattie Ejoep was zo aardig om deze slechtziende te vergezellen. Ja, gelukkig is het hier super gezellig. Er zijn allemaal mensen. Nou, gelukkig kan je het niet zien. Where are you from? Slovenia. Nice to meet you. I'm from Delfzijl. Okay, who's ready to party? What's your name? Tia. Tia? Yes. I hope you don't get it, Tia. Huh? Onderweg naar ons volgende adresje begon ik toch redelijk in te kakken. Dus zette ik de beste op-pep tune ooit gemaakt aan. I got him. We gaan voetbal kijken in het stadion van AZ. Hi. Hallo. Hebben ze hier... Oh, ze hebben schermen hier. Oh nee, dit is golf. Ik zie een soort één grote groene vlek. Nou, jullie kunnen even meekijken. Wie is wie? AZ is zwart. Oké. Denk ik, ja. Oké, nee, niet. Laat het duidelijk zijn. Ik zag zo water dat ik niets meekreeg van die wedstrijd. Helemaal niks. Ja! AZ. Had ik nou maar een bril waarmee het lijkt alsof je door een verrekijker aan het kijken bent. Hey, ogen dicht. Fase 3 gaat beginnen. Ah, yeah boy. Hey! Ik zie je eindelijk. Dit is heel prettig. Een beetje alsof je een soort verrekijker hebt. Ik had het al vrij snel door. Op deze manier is ver weg kijken helemaal de shit. Kijk me genieten. Maar dichtbij is totaal niet chill. Als ik met iemand stond te praten, zag ik alleen zijn neus. Of een oog, of een mond. Verder niks. Volgens Ejoep lijk ik op een minion. Banana. Banana. Ik nam afscheid van Ejoep. Het was tijd om naar huis te gaan. Michael kon mijn liefde voor High School Musical niet echt waarderen. En dat merkte ik. Als je wil dat je auto onderkotst, moet je nu doorgaan. Ondanks de kotsneigingen had ik honger. Hallo, is dit Steakhouse? Ik wil graag wel een burger. En terwijl ik moest wachten op mijn eten, was het tijd voor mijn grootste uitdaging tot nu toe. Twee uur heb ik stuk geslagen op het maken van deze legendarische bonsaiboom. Met mijn kokervisie deed ik er ongeveer 3 keer zo lang over als normaal. Maar langzamerhand begon mijn creatie op een boompje te lijken. Het ging best goed, eten ging minder goed. Verder die avond heb ik met moeite het huis opgeruimd. Het ging niet allemaal even soepel. Ik werkte nog even snel aan mijn meesterwerk en toen was het wel mooi geweest. Ik heb een nieuwe bril. Vanaf nu begint de laatste fase van mijn experiment. Alles op zwart. Het licht gaat uit. Oh. Hey Siri, wat is de weersvoorspelling voor de rest van de dag? Hier is het weer voor vandaag. Ja, daar heb ik dus niks aan. Vanaf dit moment is een blinde geleidestok wel handig. Als ik tenminste nog weet waar ik die heb neergelegd. Kom maar, stokje. Ja! Yes! Nou, we kunnen op pad. Good morning.
Ik moet nog een jas hebben. Ik moest weer een ontbijtje scoren. Maar dit keer totaal blind en helemaal in mijn eentje. Mag ik u iets vragen? Zou u mij naar de supermarkt kunnen brengen? Ja, nu ben je een televisieprogramma aan het maken. Een filmpje voor op YouTube. Maar zou... Ja, zou... Ik wil helemaal niet op YouTube. Ik kan ook gewoon een baan zien. Even later vond ik een oma die wel lief was. Zou u mij naar de supermarkt kunnen begeleiden? We gaan niet stiekem naar de erotiek shop, hè? Daar zie je toch niks van dan, hè? Oké. Hey, dit is gewoon... Dit is onmogelijk. Ik zoek eigenlijk een lekker croissantje hier ergens. Zo. Ik zoek het beste drankje ter wereld. Ik weet niet waar je van houdt. De bovenste plank. Charlie's. Juist, dankjewel. Is het jullie nog nooit opgevallen dat dit het beste drankje ter wereld is? Ik heb je eerlijk gezegd nog nooit van honderd. Oké, dan ga ik weer naar de kassa. Oh. Iemand thuis ging ontbijt maken op zich best soepel. Oh yeah! Oh, dit klinkt niet goed. Het duurde gewoon allemaal wat langer. Vaat was het je uitpakken ook best oké. Deze pan bleek achteraf helemaal niet schoon te zijn, maar ja, de schuld van de vaatwasser. En terwijl ik de rest van mijn ochtend besteedde aan het compleet op gevoel afmaken van mijn Lego-meesterwerk, voelde ik dat de bril die ik op had nogal begon te snijden in mijn gezicht. Er komt een soort van snee in mijn wang door deze bril, want hij zit redelijk strak. Dus ik ga even wisselen. Met deze geüpgrade bril voelde ik me een nieuwe versie van mijn blinde zelf. Ik lijk wel de Terminator. Hey Siri, hoe speel ik We're All In This Together op gitaar? Oké, ik ga eerlijk met jullie zijn. Ik was nog maar een paar uurtjes compleet blind, maar ik was er nu al helemaal klaar mee. Ik merkte aan mezelf dat ik chagrijnig begon te worden. Ik wil dit niet. Hey. Irritant dat ik dingen niet zelf kon doen. Een film kijken waarin een stem beschrijft wat er allemaal op beeld gebeurt. Best leuk en goed te volgen. Maar wat het lastigst was, waren de momenten daartussenin. Mijn laptop zoeken. Hier rechts. Tegen dingen aanlopen. De film opzoeken en aanzetten. Kun jij even helpen? Wat eten of drinken pakken. Ik had de hele tijd hulp nodig van Michael. Wat is het? Wat een lekker plekje, hè? Met eigenlijk alles. Ik had gedacht dat de dingen van mijn lijst moeilijk waren om te doen. Maar wanneer ik me echt beperkt voelde, waren de momenten daartussenin. Hey Siri, ik voel me niet zo goed. Soms kan een rustig moment helpen. Je kunt bijvoorbeeld naar je favoriete muziek gaan luisteren. Hallo? Hij was een man. Laat me nou naar binnen. Oh, ik kan al naar binnen. Stiekem wilde ik de hele dag binnen blijven. Maar nadat ik mijn Lego-creatie afdacht te hebben, besloot ik toch mijn angst te overwinnen door naar buiten te gaan. Ik had namelijk afgesproken met iemand op ongeveer de engste plek die je kon bedenken. Namelijk... Hallo, hoi. Ik ben Julie. Hi, ik ben Kelvin. Hallo, leuk om je te ontmoeten. Ik hoor allemaal auto's en scooters en trams en sirenes. Dit gevoel van overweldigd zijn heb ik eigenlijk elke dag. Ik zie 8 tot 10%. Ik heb albinisme en dat zorgt ervoor dat ik geen diepte zie en dat ik lichtschuw ben. Wij gaan met z'n tweeën ja. In het openbaar vervoer. Maar gaat dit wel goed komen? Nou ja, wat als het niet goed komt? Nou, dan word ik aangereden. Ja, dat is wel een klein probleem. Ik heb wel een beetje het idee alsof ik mijn veiligheid een beetje in de handen heb gelegd van iemand die ook niet per se heel veel ziet. Wow, tram! Oh ja, dat had ik misschien even moeten waarschuwen. Ik was echt bang. Ik vertrouw jou, hè. Zo, dat is een slecht idee. En weer? Of doe jij dat niet? Wat moet ik voelen? Wat? Dit? Oh, deze bolletjes? Ja. Oh, ja, in tijden ben ik niet zo bang geweest. Ja, ik zou iets sneller lopen. Je gaat echt snel voor mij. We moeten iets sneller lopen om te gaan. Zijn we er? Nog niet. Ik denk dat ik echt serieus om ga vallen. Is het zo maf dat ik gewoon niet... Ik weet gewoon echt niet hoe je eruit ziet. Best wel raar, toch? Je hebt niet af en toe gecheat. Nou, soms even op de wc. Ik ben hier wel eens geweest. Dus ik kan je misschien helpen. Jij kan me helpen, je ziet niks. Als ik het meestal niet weet, dan vraag ik het aan mensen. Meneer, mevrouw, mag ik u wat vragen? Waar is Loetje? Heet het Loetje? Ja, Loetje. We moeten naar Loetje. Oh. Ik dacht altijd dat het aan de andere kant was. Ja? Heel erg bedankt. Oké, bedankt. Ken jij iets met een rood gebouw? Nee. Hier twijfel ik altijd welke kant je dan op moet gaan, dus dan gaan we denk ik een beetje die kant op. Ja, la 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 la. Ja, volgens mij zijn we er. Ik ruik het. Waar is de deur? Boy, yo. Waar is de deur? Ja, hier is de deur. Kun je echt helpen? Oh. Ja. We hebben gereserveerd voor 2 personen. Waar is het op? Ja? Oh nee, wacht. Ja, het is wel een beetje onhandig, hè, dat slecht zien. Ik ben niks aan het eten. Heb je dat ook wel eens, dat je dan denkt iets van je vork te eten, maar dat er niks aan zit? Oh, zo vaak. Right. Voor de laatste uurtjes had ik afgesproken met mijn mattie Paul om wat spelletjes te spelen. Eva. Hey.
Nou, ik dacht, aangezien jij mij niet ziet, kan ik er gewoon heel debiel uitzien. En ze ziet er altijd debiel uit. Pol had dus mijn andere Mattie Quinten meegenomen zonder iets te vertellen. 2 uur lang heb ik niet doorgehad dat we met z'n drieën waren. Pak me maar bij mijn schouder. En dat vonden zij nogal grappig. We're all in this together. Wil je nog iets zeggen tegen alle mensen thuis met perfect zicht? Nou, ik zou zeggen, probeer het eens een keer om gewoon met een blinddoek op te gaan lopen in een omgeving die je goed kent. En dan zul je eigenlijk zien hoe weinig je die omgeving kent. En dat je handicap helemaal niks moet uitmaken voor wat je kunt of hoe je beoordeeld wordt. Nog een keer. Wie stem was dat? Is het Quinten? Hey, dat is normaal. Na 50 uur wilde ik niets liever dan die bril afzetten. Hij was net een proppe begun al bij. Ja, je lul. Echt? Voor iedereen die gezegend is met goed zicht, wees er vandaag even extra dankbaar voor. En als je ooit iemand met een visuele beperking kan helpen, zou het geweldig zijn als je dat doet. Want ja, je weet wat ze zeggen. We're all in this together. Als je de documentaire van Nina wil zien, kan je op de eerste link in de beschrijving klikken. Dankjewel.